Hallo allemaal, welkom op mijn videokanaal Travel Topper. In deze vlog neem ik jullie vandaag mee naar het echt Mechels Theater. En theater, dat wil zeggen dat er ook kan gelachen worden. En dat komen we uiteraard in deze tijden veel te kort, heel veel te kort. Ik zie jullie zo dadelijk terug, blijf zeker hangen op dit kanaal. Voilà, jullie zijn blijven hangen en kijken nog altijd naar Travel Topper, waarvoor dank. Mijn naam is Eddy en ik ben heel blij dat ik jullie vandaag kan meenemen om toch eens een beetje te lachen in deze droeve tijden van oorlog, aanslagen en weet ik veel, want dat hebben we echt wel nodig voor onze gezondheid. Het Echt Mechels Theater, die brengen een prachtig stuk gebaseerd op het stuk van Shakespeare, Romeo en Julia. Zij hebben het een andere naam gegeven, het is Alpha en Julia. Er is een volledige cast dat vandaag meespeelt. Ik kan niet anders zeggen dan dat jullie vandaag er heel veel plezier gaan beleven. Dus ik zou zeggen, we gaan nu de zaal binnenstappen en we gaan zeker en vast onze lachbuien vandaag niet laten voor wat het is. Abemus papam. De dag dat ik die geschapen heb, moet ik serieus zat geweest zijn. Domine patris et filii et spiritus sanctus, descendat super vos et mundia semper. Amen. Urbi et orbi. Expression neerlandais. Danko voor de bloemen. Een dikke amateur. Ja, Alpha en Julia, dat is een toneelstuk van het Echt Mechels Theater dat eigenlijk al gepland stond in een tijd van de corona. Hè. De meeste acteurs hadden al geoefend, hebben dat toen niet kunnen spelen en met een aantal vervangen acteurs, zoals ik bijvoorbeeld, want normaal ging de Rick Geensman een rol spelen en ik heb hem nou vervangen. Dus dan is het echt adellijk kunnen opgevoerd worden in ons neefzaal in passant ook al. In de Tessenstraat nummer 4, dat is eigenlijk een zaal van het Atheneum Pitsenburg dat we mogen gebruiken. En daar zijn we de directeur natuurlijk heel, heel dankbaar bij. Rapper klaarkomen, ja, Sjaar. Ja. Je moet een beetje meer oefenen. De liefde is toch schoon, hè. Dat is nou eens het hier idee van mijn schepping, zeg. En dit zijn de patiënten. Je ziet het verschil niet. En dan hebben we hier onze Jacques. Al 15 jaar en een half. Ja, juist. Ja, bij ons. En hij denkt in zijn slechte momenten dat hij Napoleon is. Maar pas op, hij speelt mij aan voeten. Aangenaam, ik ben Brit. Enchanté. Je suis Napoléon Bonaparte. L'empereur. En ik hou van diepe decolletés. Oh, ja, ja. En dan hebben we hier onze regime. Nog niet zo lang bij ons. En hij denkt dat hij Leopold de Tweede is. Ja. Oh, chancé, mademoiselle. Leopold II van Saxe-Coburg. En we houden van enorme decolletés. Het was al zo lang geleden dat we nog gespeeld hadden. En in het stuk kunnen we eigenlijk 14... acteurs meedoen. En dat was natuurlijk wel interessant. Hè? Het mocht het wel niet gemakkelijker, want het zijn heel veel korte stukjes na één, korte zinnetjes, en dan is het wel iets gemakkelijker van te mankeren natuurlijk. Hè? Ik heb de indruk dat het vandaag wel goed gaat. Plus tot goed, hè. We beginnen vandaag bij een groot neef-experiment. Door het creëren van een neef-persoonlijkheid ervaren de patiënten dat ze van de ene persoon naar een andere persoon kunnen overschakelen. En als ze dat kunnen, dan kunnen ze misschien ook van hun fantasiepersoonlijkheid terug overschakelen naar wel een gewoon persoon. Dat moet je aan Geneve dan zeggen. Met zo weten bedenken, hè. En dan zeggen ze dat wel een zot zijn. Ja. En daarom gaan wij allemaal samen, patiënten en personeel, een
Tony, een stuk spelen. Romeo en Julia, dat is een klassiek liefdeshistorie van Shakespeare. Heb je daar nog nooit niet van gehoord? Dat zijn toch wel van die caramellenversen, hè? Dat is, godverdekken, een klassieke rotte wereldliteratuur. O die België, o heilige land der vaderen. Allo, zo vader, laat partij. Aan water, en van de mensen aderen. Is dat de roepen, laat partij. Ah, wel, we hebben in een diepje gezeten, ons zaal waren me kwaad. De Riek en Anne moeten gaan zeuken achter een neefzaal. En ik zeg het nog, we hebben aandelijk samen met de mannen van de Pionen. Nee, ja, de Pionen, die daar wisselen met mij af de zaal. Zodanig dat we toch al ons stukken kunnen spelen. We moeten ook niet zo heel vuil spelen tegen Vreugde. 12, 13 keer en na nog 6, 7 keren. Omdat we even naar 100 man in krijgen. En we hebben een chance, met die stukjes alles uitverkocht. Dus het is te hopen dat de volgende keer ook zo is. Hè. Ik heb toch een keer dat ik zo rood was te lachen. Hè. Dat is een stuk van mijn spijnen en als ik zo blijf te lachen, dan heb ik nog een plukje op z'n toon. Kom hier, doe mee! Kamen heeft dat prachtig stuk verknoeid. Het wordt uit dat er zich de kenner mee bemoeit. De wapens neer, op straf van foltering en eeuwig een dorst. Maar een degroloog. Ja, de degroloog. Mocht dat je allemaal op mijn ogen zet. En mocht dat je dat stuk van Shakespeare weer naar speelt, ga ik als met gewilde. Ja, absoluut. Dat is natuurlijk hier plezant, hè. Van de mensen te doen lachen en ook de repetities en zo. En dan lachen mezelf ook heel veel. Dus ja, theaterspelen is in feite heel plezant. Ik wou dat ik er meer tijd voor had, maar goed. Een stuk per jaar is wel in orde. Een koningin. Dus zal de koning en de gravin het bal openen. Zeg, vond de Romeo toch knapper met zijn masker ook dan zonder ze? Ja. Zeg, die wou ik dat je met graaf Pers moest dragen van mijn vader. Ja, maar ik vind graaf Paris toch veel knapper dan die Alfa Romeo. Maar ik ben ook niet knap. Oh, maar het partij gisteren toch wel succes op bal, hè? Dat was eigenlijk dankzij hem. Hij vindt mij knap. Oh, ja, de liefde is blind, hè. Als je nu net inschakelt op dit videokanaal Travel Topper en je bent ook aan het kijken naar die theaterstuk, wel, dan ben je nog altijd van harte welkom. Het is eigenlijk een theaterstuk gebaseerd op Shakespeare, Romeo en Julia. Het gaat over schizofrene mensen die uiteraard in een instelling zitten en daar behandeld worden. De ene denkt dat hij de paus is, de andere denkt dat hij God is, de andere denkt dat hij Napoleon is. Kortom, het is een heel zootje van alle soorten mensen en heel lachwekkend uiteraard, want er gebeurt van alles. Dus ik zou zeggen, als je het eerste deel nog niet gekeken hebt, spoel straks terug, maar blijf nu even bij het tweede deel hangen, want het wordt fantastisch goed. Vergeet ook niet jullie te abonneren op dit kanaal, Travel Topper, zo mis je ook mijn volgende video's niet. Het is eigenlijk heel plezant, maar het moet, ik moet eerlijk zeggen, de mensen moeten allemaal wel op hun best zijn en het goed spelen. Want zo'n stuk dat niet goed gespeeld wordt, dat wordt al rap een ozel ook. Matthijs, de mensen doen echt wel. Het zijn allemaal amateurs, dat moeten ze natuurlijk weten, maar toch zijn we er veel taart in gestuiken. En ik denk dat aan de reacties van het publiek te zijn, dat ze wel veel gelachen hebben ook. Hè. Okay, dan moeten ze nog maar in Delft, hè, wat dat gaan aan het opnemen. Ze weet, komt er nog een stuk. Serieus? Ja. Want er komt nog een klimaat. Ja, maar dat vallen nog vuil doen, maar dat moet je niet vertellen. Hè. Nee.
Ja, het zal hier plezant zijn. Man. Geachte aartsvijand. Met de meeste verachting neem ik de pen ter hand om te melden dat jij een laf varken bent. Met je klaarfluitje. Ja, maar we spelen toneel. Ik ben Romeo en jij bent Julia. Oei, maar dan heb je maar zo'n klein fluitje. En jij bent een malvrijster. Ja. Kijk je wat we doen, hè. Dat mag niet. Ik ben een Montecchi. Dan verklaar ik u nu, in naam van de heilige Mercutio, tot man en vrouw. U mag de bruid nu builen. Ja, Maria. Kom maar hier, zeg. Wacht eens even, hè. Dat ik een varkensoeren afsnijden. Ze beten met mijn octaalt. Daar ligt hem nu, de dappere held. Zijn bloed vergoten in dit veld. Gedood op het altaar van de veten. Ja. En bij het sterven zijn broek volgesketen. Ik hoop voor hem dat God bestaat, zodat hij naar God de hemel gaat. Nu ligt gij daar vermoord. Nu leeft gij verder door het woord. Daar redde die laffe pedofiel. Ik steek hem door zijn zwarte ziel. Het was dus wettige zelfbevrediging. Rabia is schuldig aan de moord op Thebald. Want het pistool was toch niet uitgevallen. En dan wordt hij van verbannen, voor eeuwig, uit een schoenstap verhouden. En als ze mij van zijn leven nog eens een klein flutje durft laten zien, dan wordt hem opgehangen, bladde nek, totdat de dood erop volgt. Ik heb gezegd. Er klopt iets niet. Rut! Rut klopt niet meer. Oh. Ze is dood. Dood! 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 Dood, de kerel. Ik neem nu afscheid zonder pijn met bloemen die onvergankelijk zijn. Ze gaan veel langer mee dan ik. Ze zijn goedkoop. En van kleine plastiek. Allee, ergens, God weet waar, gelukkig kunnen zijn? Dan vertrouw ik daarop. En daarom, lieve zot, kom ik naar u toe. Julia. Julia, wat kan ik... Nee! Julia! Godverdikke vrouwen, hè! Romeo. Romeo en Julia. Francis en Shari. Over ons zal wel niemand een toneelstuk schrijven, zeker? Ze bieden. Ze hebben nog tijd. Zo, ik ben net de schoolpoort buiten gestapt hier van Campus Tessen, uiteraard in de Tessenstraat. Mag ik aan jullie vragen of je ten volle genoten hebt van dit theaterstuk Alpha en Julia? Ik hoop natuurlijk van wel, want misschien kan ik dan later in de toekomst ook nog eens vlogs maken, zal ik maar zeggen, van theaterstukken. Als u dat natuurlijk interesseert, is afhankelijk van wat u kan neerpennen hier bij de reacties. Ik zou zeggen, blijf mijn kanaal volgen. Het is een brede waaier aan onderwerpen dat ik breng. En ik zou je toch wel graag terugzien in een van de volgende video's. Bedankt om te kijken. Vergeet zeker je duimpje niet. En kom terugkijken volgende week naar alweer een nieuwe video. Groetjes van Eddy uit Mechelen.